Goedendag allemaal. Het is vandaag 23 januari en ik heb last van het lege nest syndroom. Of ik ga dat krijgen, want Rinske heeft gisteren een kamer gevonden. En dat is goed nieuws voor haar. We zijn heel blij. Maar dat betekent wel dat het hier een beetje eenzamer gaat worden. En ze is mijn jongste dochter en ze studeert wiskunde in Utrecht. En vindt ze heel erg leuk. Maar er zijn wel heel veel colleges alleen maar via Zoom, dus dat is jammer. Maar ze heeft er een tijdje over nagedacht en ze stond ingeschreven bij DUO en bij SSH en hoe heette die andere stichtingen die studentenhuisvesting regelen. Dus tip voor mensen van een jaar of 16, 17, schrijf je zo snel mogelijk in, want je inschrijfduur bepaalt hoe snel je een kamer kan krijgen. En dan hoef je nog steeds niet te weten waar je gaat studeren, maar dat scheelt sowieso voor je ranglijst. Dus nou ja, ze stond al een tijdje ingeschreven en ze ging nu reageren op kamers. En dan kwam ze eerst bij de nummer 50, nummer 84. Dan maak je dus echt geen kans. En zo langzamerhand begon ze nu te klimmen naar een hoger nummer op de ranglijst. En van de week had ze 3 online hospiteeravonden. Dus dat betekent dat de mensen die in studentenhuis wonen met een groep, dan met z'n allen een nieuw iemand mogen kiezen voor de nieuwe kamer. En dan moet je dus jezelf verkopen. En blijkbaar heeft ze dat heel goed gedaan, want bij de derde hospiteeravond was het raak en ze heeft een kamer gevonden. Ze gaat dus naar Utrecht, over 2 weken geloof ik is die kamer echt leeg. En daar gaat ze dan haar eigen bestaantje opbouwen met 9 andere mensen in een studentenhuis. En dat lijkt me wel gezellig voor haar, maar een beetje ongezellig voor ons. En het moet ook een beetje wennen, want Rins kookt 's avonds ook best lekker. Dus dat gaan we ook missen. We gaan ook missen, ja of niet, de enorme discussies over actuele en politieke onderwerpen waar ze ons iedere keer in mee probeert te verleiden. Want Rinske is enorm woke. Ze is nu al bezig met de verkiezingen ook en welke partij en kieswijzer invullen en wat wij dan gaan stemmen. Nou, wij stemmen gewoon al 100 jaar hetzelfde, dus dat is eigenlijk niet echt zo'n verrassing. Maar ze probeert ons toch een beetje meer naar de linkerkant te trekken af en toe. We zijn al best links, maar mag je dat zeggen als docent wat je stemt? In ieder geval, de verkiezingen die worden door haar ook uitgebreid bestudeerd en met ons bediscussieerd. En ook dat soort dingen gaan we een beetje missen natuurlijk. De manier waarop ze dat doet mij af en toe denken aan Absolutely Fabulous. En ik probeer haar de hele tijd te verleiden om die serie eens te gaan kijken. Ik heb ook de box met dvd's. Dan zegt ze, heb je nou weer wat besteld bij bol.com? En je moet de lokale boekhandel steunen. Heeft ze helemaal gelijk natuurlijk, maar die studieboeken die moet ik via bol.com aanschaffen. Of ik nog steeds gewone melk drink en waarom geen havermelk. En of we niet nog minder vlees kunnen eten. We eten al vegetarisch door de week, maar eigenlijk in het weekend wil ze ook niet meer dat we vlees eten. En zo probeert ze ons steeds meer te overtuigen van dat de wereld verbeterd moet worden. En ik vind dat prachtig en ik geef haar gelijk. Maar soms is het ook een beetje gemakzucht, hypocrisie van de volwassenen die hun leven al heel erg lang zo leiden met een glas echte melk en toch een auto voor de deur ook en dat soort dingen, ja. Maar de toekomst is voor jullie en je mag best de grote mensen af en toe een beetje pushen om beter aan de toekomstgerichtheid te denken. Dus ik ga er missen. Oké, dit was hem. Tot morgen. Hoi.